Hallo. Een boek, een Duitsstalig boek, dat ik iedereen ten zeerste zou aanraden, is De Wereld van Gisteren, Die Welt van Gisteren, van Stefan Zweig. Het boek is een onwaarschijnlijk tijdsdocument van Stefan Zweig dus, die de opkomst heeft meegemaakt van nazi's in het interbellum. En het boek is eigenlijk een schrijnende biografie van een Europa dat hij tijdens zijn leven verscheurd ziet worden in nationalisme en in haat. Het boek is zeer actueel en dat het nieuwe lezers vindt wordt ook bewezen door het feit dat het inmiddels al een zestal herdrukken heeft in de Nederlandse vertaling bij de Arbeiderspers Privé Domein. De Wereld van Gisteren van Stefan Zweig, een boek van gisteren, maar echt wel een boek voor vandaag.